verhuizing heb ik bijna 2 maanden niet kunnen vissen. Maar daar gaat nu snel verandering in komen. Het belangrijkste in mijn nieuwe huis is klaar. Dat is namelijk het vishoekje. In de garage. En ook de natuur is er klaar voor. De eerste sessie van dit seizoen vis ik vlak bij huis, op onbekend water. Ik hoop dat het niet al te lastig wordt, want bij die paal wordt het dieper en ligt er een kleirand met een bodemnet. Die netten liggen hier overal om de oever te beschermen tegen scheepvaart. Je kan dus niet dichtbij vissen. Ik ga met 1 hengel in het midden liggen en de andere gooi ik naar de overkant, vlak voor die paal, op de kleirand. In het midden heb ik 4 pingpongballen voer gegooid en nu gaan er nog 2 pockets katapult op met mais. En dan maar even kijken wat er gebeurt en zo nodig een klein beetje bijvoeren straks. Op de hengel in het midden gebruik ik een her met 2 maiskorrels en een drijvend hondenbrokje. Een kwartier lang werkt dat als een pop-up. Daarna zuigt het brokje zich vol en zakt hij langzaam naar de bodem. Echt een aanrader. Aan de overkant gaan er 4 korfjes voer in met elk 5 mini-boilies. Niet meer. En een beetje gespreid, want ik wil solitaire vissen gaan vangen en geen schooltjes kleine vis aantrekken. De verre hengel ga ik beazen, als ik het kan vinden, in die wind. Met 2 mini-boilies aan een her en een kunstworm die gedipt is. Dit systeem ga ik het hele seizoen proberen. Na precies 1 uur krijg ik de eerste aanbeet. Een mooie braasem van 52 centimeter, vol met paaiuitslag. Snel verder vissen. Prachtig van kleur, prachtig van bouw, 51 centimeter en gevangen op mais. Net als de eerste trouwens. Nummer 3 en weer precies 51 centimeter.
zijn mooi gebouwde en sterke vissen hier. Maar ze zouden wat groter mogen zijn. Deze is precies 50 en ook weer gevangen op mais. Vandaag vis ik op het kanaal. Ik ken dit water wel. Alleen op dit gedeelte heb ik nog nooit gevist. Het schijnt erg lastig te zijn. Men zegt dat het hier elk jaar slechter wordt. Nou, we zullen het zien. De reden waarom ik juist hier vis is heel simpel. Er wordt regen verwacht en ik kan hier vlak achter de auto gaan zitten. Ik word ook een dagje ouder. De maishengel ligt dicht bij de kant op het talud. En de andere hengel met de boilieworm gaat straks naar het midden. De eerste komt altijd op de video, of hij nou groot of klein is. Want één kan er maar de eerste zijn. Ja, en voor hetzelfde geld vang ik gewoon niks meer. Nou, in dit geval is het een mooie brasem van 52 centimeter. Gevangen na ongeveer, nou het zal het zijn, 1,5 uur vissen. Een kwartiertje later en hier is nummer 2. Mooie vis van precies 60 centimeter. Ik stop ermee, want ik heb bedacht niet. Het begon al bij aankomst met een gebroken topje. Binnen een half uur begon het ook nog eens een keer keihard te regenen. Nou, snel de bivy opgezet. Hoop ellende, met drijfvuil en later ook nog eens een keer rukwinden. Het is helemaal niks vandaag. Schop ik net ook nog eens een keer mijn nieuwe camera ondersteboven. En tot overmaat van ramp blijkt dat ik mijn koffie en mijn brood vergeten ben. Ik ben er klaar mee. Ken je die dagen? Vis vandaag op een prachtige plek in het bos. Op het verlengde van de vaart. Maar ik denk dat het hier wel ietsje ondieper is. Ik ga eerst even peilen. Ik ben er klaar voor. De dichtbij hengel links is beaasd met mais. En de ver weg hengel rechts met een boilieworm. Laat het maar gebeuren. Binnen 5 minuten had ik leven op allebei mijn hengels. Daarna is het stil geworden. Ik zit nu een half uurtje te vissen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik wacht eigenlijk op de volgende bezoekers. De wat grotere bodemhazers. Altijd spannend op een nieuw water. Ik weet echt helemaal niks van deze stek. Ik hoop dat er een mooi bestand op zit. Aan de omgeving zal het niet liggen. Het is alleen erg koud. Een gevoelstemperatuur van 5 graden. En vannacht was er nog vorst aan de grond. Ik zit hier nu 2,5 uur te vissen en het is helemaal niks. Alleen een beetje geknabbel van hele kleine visjes. Ik denk grondel. En dat is voor mij een reden om hier niet meer terug te komen. Ik kijk het nog een half uurtje aan. Misschien gebeurt er een wonder. En anders tot de volgende keer. Vanmiddag ben ik terug op de eerste stek van het seizoen. De maishengel gaat weer naar dezelfde plek. En de verre hengel met een boilieworm gaat deze keer wat meer naar links en wat verder weg.
ben inmiddels anderhalf uur aan het vissen hier. En ik heb nog geen stootje gezien. Helemaal niks. Dat had ik niet verwacht. Het probleem is wel dat inmiddels de wind gedraaid is van noordwest naar noordoost. Dat is niet best. Ik ga nog even verder. Sessie deze week. Volgende keer ga ik ondiep water opzoeken, richting de polder waar ze normaal gesproken paaien in mei. Vanmiddag vis ik in de polder op ondiep water. Ik weet zeker dat ze er zijn in deze tijd van het jaar. Dus het is alleen een kwestie van afwachten of ze ook willen azen. We gaan het zien. Nou, de tweede, 5 minuten later, precies 60 centimeter. Prachtig gebouwde vis, geen paaiuitslag tot mijn verbazing, dus ja, misschien al gepaaid, misschien nog niet. Wel dik, dus het kan een vrouwtje zijn. Ja, dat is het waarschijnlijk, het is een vrouwtje zonder paaiuitslag. Hele mooie vis. Deze kwam op mais. Nummer 4, als ik het goed heb. Ik ben gestopt met die kunstwormen. Het bevalt niet. Te vaak zie ik dat die hengel wordt krom getrokken en dat hij weer terugveert. Dus kennelijk wordt het wel gepakt, maar door kleine vis. En zo'n worm die breekt niet snel. Dus die schiet weer uit zijn bek. Nou, het schiet niet op. Letterlijk niet.
De eerste bruis op een boilie. Leuke vis van 55 centimeter. Hij kleurt mooi in het zonnetje dat er inmiddels bijgekomen is. Bruisem van 58 centimeter. Hij heeft een verse wond op zijn rug. Ik denk niet dat het van een snoek is, maar eerder van een aalscholver of zo. Zonde. Ga terugzetten. Zonder worm. Een hele lelijke vis. Vol met vieze vlekken. Ik ga hem niet eens oppakken. Ik zet hem zo terug met mijn net. Het laatste uurtje staan mijn hengeltoppen niet meer stil, want deze jongens hebben mijn voerstekken ontdekt. Plankvoren. Ik ben er niet echt blij mee eigenlijk, want die grote vis die krijgt geen kans meer. Geleden stond ik nog aan de randmeren. Maar ik was even vergeten dat er altijd een muggenplaag is in deze tijd van het jaar. Dus daar ben ik al heel snel gevlucht. Ja, dan wordt het toch maar het kanaal vandaag. Op een heel populair stukje, dat realiseer ik me. Maar ik ben eigenwijs genoeg om het juist op deze plek te gaan proberen. Ik hoop dat een vis langskomt. Onderweg is naar hun paaigebied. Via dit zijkanaaltje. Ik zit alweer een uur of twee te blenken. Het is koud met een hele vervelende noordenwind. Ja, misschien niet zo'n slim idee geweest om op het kanaal te gaan vissen tijdens de paaitijd. Ik had beter weer de poel in kunnen gaan. Nou ja. Volgende keer beter. Ik geef het nog een half uurtje. Ik ben terug in de polder voor het laatste deel van deze video. Het wordt vandaag 20 graden, dus mij hoor je niet klagen. Zeker niet als de vis een beetje mee wil werken. Er zit hier bruisem genoeg, met een beetje geluk. Haak ik ook nog een karper of een zeel. Binnen 10 minuten, mooie bruisem. Gaat eigenlijk precies hetzelfde als de vorige keer op deze stek. Nou, dat is een hoopvolle start. Hij is een centimeter of 55. Eenvoud. Daar hou ik van. En je ziet dat het werkt. Nummer 1 had ik op maïs. En hier is nummer 2, 5 minuten later, op een boilie. Dus zonder worm werkt het wel. Ik ga snel verder.
jullie. Ook weer een hele mooie gezonde vis. 2-1 voor de Wise. En actie is reactie, kon je net zien. Ik gaf even een rukje aan mijn hengel en meteen kwam de reactie. Ik vis inmiddels onder een strak blauw hemeltje en het is windstil en warm geworden. Die vis die reageert meteen en stopt met azen. Ze maken zich klaar voor de paai en dan krijgt de ene lijnzwemmer naar de andere nu. Alleen als het nog gaat waaien, wordt het misschien nog wat. Even mijn aasje verversen. Dat wil nog wel eens helpen, want het is al even stil. Er staat weer een klein beetje wind op het water. En ik krijg meteen een aanbeet. Op de Wise. Het is 3-1 nu voor de Wise. Van deze dikke dame. Helemaal klaar om te paaien. En aan de beschadigingen te zien is dat een klein beetje begonnen. Ik ga hem maar snel terugzetten. Dat is nog wat plezier waard. Het is een zware vis. Hele mooie brasem. Van 64 centimeter. En een meisje. Oh. Ze haalt me bijna onderuit. Ja, dat heb je met die schoonheden, hè. Een beetje voorzichtig mee zijn. Ik ga haar terugzetten. Nou, de boiling is bezig met de inhaalslag. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik ze combineer met een brokje, net als de mais. Het bewijs is nog zichtbaar. Het zijn prachtige vissen hier. Echt heel leuk om te vangen. Weinig slijm, tot geen slijm sommige. En ze zijn prachtig gebouwd. Heel gezond. Het is weer windstil en bloedheet. Mooi moment om te stoppen. Ik ga de feederhengels voorlopig even opbergen. Want ik wil gaan penvissen op karper. In de polder. Rond mijn nieuwe woonplaats, waar alles nieuw voor me is. Dus dat wordt heel veel zoeken en heel veel struinen. Tot de volgende keer.